Welkom bij aflevering 5 en de laatste aflevering van ATV's Ruvesta Countdown to Oru Yari. In deze aflevering belichten wij het aspect dat de jaarwisseling in Suriname uniek maakt en dat is de Pagara Estafette. Eind december gaat iedereen los. Het is precies de dag waarop alle Surinamers op wachten om uit hun dak te gaan, want het is Oru Yari. Jean-Luc, wat zijn de activiteiten op 31 december? Nou, de traditionele dus. Want dat is het belangrijkste nieuws voor dit jaar. 31 december is een zondag, maar de binnenstad gaat gewoon op zondag door. We hebben een aantal grote organisaties en andere grote winkels die hebben gezegd, wij ondersteunen het. Wij willen graag ook op 31 december op zondag eigenlijk onze traditionele Pagara Estafette houden en het feest wat erbij hoort. Dus de binnenstad is voor iedereen gewoon op 31 december beschikbaar. Oké, 31 december is op een zondag en iedereen is bang daarvoor. Gaat het nou gezellig zijn? Gaat het nou leuk worden? Wat is jouw mening daarover? Nou, de meningen zijn verdeeld, want de vorige keer dat het op een zondag viel, is het op zaterdag gedaan. Daar was men niet helemaal tevreden over. Het was minder druk. Er waren andere dingen die speelden. En daarom dat we dit jaar hebben gezegd, en nogmaals, wij hebben dat niet gezegd. Het is dus een besluit geweest met de DC, met de politie, met de brandweer en natuurlijk ook met de winkeliers in de Domineestraat. Dat we hebben gezegd van oké, we gaan het gewoon op 31 proberen. En als het een succes is, dat betekent dat wij dit altijd zullen doen wanneer er op een zondag, wanneer 31 op een zondag valt. Het gaat eigenlijk om het gevoel, hè? Onze Oru Yari gevoel, daar gaat het eigenlijk om. Ja, dus er zijn twee dingen. Aan de ene kant is er een groep die zegt van hé, maar op 31 zijn niet alle winkels open, daar hebben we respect voor. Er zullen ook niet alle winkels zullen meedoen. Maar er is een deel van de winkels die heeft gezegd van oké, we maken open en we komen feesten, maar alleen specifiek voor die periode waar die jullie hebben gezegd waarop er zou worden afgeschoten. Het wordt ook ietsje later. Normaal is de Pagara's worden om 12 uur geschoten. Dit jaar worden ze om 1 uur geschoten. Ook rekening ermee houden dat het een zondag is. Maar er is ook een heel grote groep die zegt, maar ik wil Oru Yari niet op een zaterdag vieren, maar dan word ik de volgende dag wakker en dan is het nog hetzelfde jaar. Ja, klopt. Oké, beginnen de activiteiten of begint het feesten echt na de Pagara Estafette? Nee, hij begint al om 10 uur. En houd er ook rekening mee. Het is ook al families die komen, kinderen die worden meegenomen. En voor hun is het juist interessant om vroeg te komen. Dan is het minder druk. En wanneer de Pagara's worden afgeschoten, wel op een veilige plek gaan staan. Zodat het gewoon voor iedereen veilig is. Okay. Na de Pagara Estafette in de stad, wat gaat er verder gebeuren? Ja, dus kijk. Als je de kalender hebt gevolgd, zal je een heleboel activiteiten erop zien. Er zijn activiteiten overdag, er zijn ook activiteiten 's avonds. De binnenstad stopt om 6 uur. Dus als je in de binnenstad bent en je bent op een feest en het is 6 uur en het feest gaat door, dan weet je al dat je eigenlijk met een feest bezig bent wat niet is helemaal is toegestaan door de autoriteiten. Okay. Dus de binnenstad sluit om 6 uur. Dan houden de feesten op, dan wordt er ook schoongemaakt. De Domineestraat en de Zwarte Hogebrugstraat moeten volledig worden schoongemaakt, zodat er weer rijverkeer is 8 uur 's avonds, zodat iedereen veilig weer thuis kan komen. En dan weet men, dat traditioneel gaat men richting het vat. Nee, traditioneel gaat men richting het vat. Okay. En wat ik dan meteen moet zeggen is, het VAT heeft dit jaar besloten dat ze Surifesta gaan ondersteunen om het Oru Yari feest, de streetparty bij het VAT, te verhuizen. Klopt, maar de straat is daar afgesloten. Dus vandaar dat ik zeg, men begint te lopen vanuit het Onafhankelijkheidsplein naar deze kant op. Want parkeer? Ja, het lopen. Parkeer je auto strategisch in de ochtend. Dat kan verschillend zijn. Dat kan zijn in het uitgaanscentrum. Dat kan zijn in de buurt van de stad. Dat kan ertussenin zijn. Ja. Maar kijk waar je eindigt. En liever parkeer je die auto waar je eindigt. Klap. En loop je in het begin een beetje naar andersom. Dus waar je eindigt, hier in de buurt, het vat en zo, daar eindigen. Maar nu komt een belangrijk punt. Ja. Er is geen Oru Yari Street Party bij het vat dit jaar. Oh, okay. Jullie hebben Robin Roemer al geïnterviewd. Ja, die heeft uitgelegd, 30 december is er een street party, 1 januari ook. Maar 31 zijn we dus verhuisd naar het plein. Oh, okay. En niet het Onafhankelijkheidsplein, want dat wordt nog gerehabiliteerd. Ja. Maar het Oud Vlaggenplein. En voor de mensen die niet weten waar het Oud Vlaggenplein is, dat is het stuk tussen de waterkant en het Onafhankelijkheidsplein. Daar is er een klein pleintje, het kan een paar duizend man hebben voor de DNA. En daar zal dus het feest zijn vanuit Surifesta, het vervangend feest wat traditioneel bij het vat wordt gehouden. Nu moet ik erbij zeggen, als je een dolfijnganger bent, ga je gewoon lekker naar dolfijn.
Als je gewend bent om naar Torarica te gaan om bij Torarica af te tellen, ga je gewoon bij Torarica aftellen. Als je naar zus en zo gaat om daar een verjaardag te vieren, ga je naar zus en zo. Als je zegt van, hey, ik wil ook nog met DJ's een top event hebben, Lustig heeft ook een eigen countdown met een top act uit het buitenland, daar kan je ook in. Zo zijn er genoeg dingen te doen waar je naartoe zou willen gaan. En dan zeggen wij, voor degene die zegt van, hey, ik wil een gratis feest waar ik gratis toegang heb en waar ik gewoon rustig mezelf kan zijn en gezamenlijk het jaar kan afsluiten, dan kan je natuurlijk op het Vlaggenplein komen en dan kan je met ons komen aftellen. Ook al als je zegt van, ja, maar mooi, ik ga nou wel naar het vat en na 10 uur ga ik naar huis, kan je ook nog steeds naar daar komen. We hebben Siri voor Helena, we hebben Sweet Fury, we hebben Mega Vibes in combinatie met Benjamin Faya, met Miriam Simone en Takisha Abel. En we hebben Nax. Dus er is genoeg te beleven. Er is een goede line-up, er is goede sound. Het gaat gezellig zijn. Dus je kan daar gewoon terecht. En op het Oud Vlaggenplein, mensen kunnen dus nog om 11 uur naar huis gaan. Om dus 12 uur thuis te zijn. Ja. En dan komen ze terug, want jullie gaan door tot... Nee, wij gaan door tot 2 uur. Okay. Wij gaan ook bewust door voor de groep die wel blijft. Want er zijn een heel grote groep die om 10 uur hier normaal staat. En die zegt, maar waar moet ik heen? Dus als jij zegt van, hey, ik ga niet meer thuiskomen, dus ik feest liever op straat. Als je zegt van, maar ik heb geen familietraditie thuis en ik ben thuis alleen en ik wil het gezellig met andere mensen vieren, ben je ook gewoon welkom. En als je zegt van, hey, het is zo gezellig, ik wil blijven. Dan. Dus wij gaan bewust maar tot 2 uur door, omdat er genoeg andere feesten zijn die wel tot 4 uur of tot later doorgaan, waar men naartoe kan gaan. En dat stimuleren wij dus ook graag. Nou, hoe zit het met de Oru Yari Wasi? Meestal hebben ze jaarlijks een Oru Yari Wasi. Is dat dit jaar ook zo? Zover als ik weet is dat gewoon een jaarlijks evenement. Daar is altijd een kom. Het is overgedragen, volgens mij doet mevrouw Purperhart het of die deed het. Als het goed is het overgedragen. En je kan natuurlijk altijd je Wasi nemen. Ik zou eerlijk moeten zijn dat je de berichtgeving zou moeten volgen. Ja. Omdat de details weet ik niet. Maar traditioneel is het er wel altijd, ja. En ik sta hier met Noël op het Marina Resort Waterland. En een traditie in Suriname is dus nu de nieuwjaarsduik op 1 januari. Noël, van waar het idee om nieuwjaarsduik te brengen naar Suriname? Zoals je ziet ik kom uit Nederland. Daar heb ik een paar jaar meegedaan met de nieuwjaarsduik in Scheveningen. Wat een hartstikke leuk event is. 1 januari gebeurt niet veel. We zijn nog een beetje in de roes van de dag van tevoren. En ik heb hier gedacht, jongens, laten we nou iets leuks doen ook bij mij op Marine Resort Waterland. We hebben een aantal zeilers uit Nederland. We hebben ook andere gasten uit Nederland die zeggen, joh, als je dat doet, dan doen we altijd mee. En ik wil natuurlijk ook de Surinamers meenemen. Die vraag zou ik net stellen. Doet het speciaal voor de toeristen, de Nederlandse toeristen of ook voor de Surinamers? Voor een ieder. Voor een ieder. Voor klein, voor groot, voor jong, voor oud. De duik is voor een ieder bestemd. En wanneer heeft u hem geïntroduceerd? Dit is de derde keer dat we dat doen. Het is niet alleen de duik trouwens, we hebben een brassband, we hebben een ice dip challenge. Er is van alles en nog wat te doen. Er is lekkere ertessoep. We hebben dit jaar bruine bonen met rijst. Ja. Het is echt heel gezellig. Het is een familiedagje. Ja, familiedag. Maar waarom eigenlijk een nieuwjaarsduik? Waarom 1 januari een nieuwjaarsduik? Waarom doet men dat? Het is begonnen in de jaren 50, ooit in Canada. Daar is het ooit begonnen. In Europa, Canada, Amerika is het stervenskoud. Ja. Maar de mensen zeggen, weet je wat, ik hak dat ijs open, ik begin het nieuwe jaar goed. De bikkels die komen mee, we beginnen het nieuwe jaar goed. Je kan het bijna vergelijken met een nieuwjaarswassie, wat hier gebeurt, maar dan Europees Noord-Amerikaanse uitgaven. Okay. Natuurlijk is het hier veel leuker als in het ijs te springen, dat begrijp je wel. Hè? Dus daarom is het een veel lekkerder feest. Jawel. Okay. Hoe is het de voorgaande jaren geweest met de mensen die er naartoe komen, die erop afkomen? In het begin was het even aftasten. Wat kunnen we verwachten? De Nederlanders weten het natuurlijk wel, maar de Surinamers zeggen oké, wat is het dan precies? Wat kunnen we verwachten? Maar die gaan ook gewoon mee, omdat het een feest is, toch? Ja. Het is gewoon één groot feest. Het is de bedoeling dat de mensen vanaf 10:30 hier aankomen. 12 uur precies is de duik. 12 uur exact. Mensen, komen niet te laat, want dit jaar gaan we echt om 12 uur duiken. Het wordt begeleid door een brassband. Ja. Toeters, bellen, hartstikke leuk. Mutjes. Uiteraard. Iedereen krijgt een mutsje. Ja. Alle duikers krijgen ertessoep. We hebben ook een ijsdip. Dus eigenlijk, het heeft een Surinaams tintje. Jazeker. Nou, niet een tintje. Niet een tintje. We hebben een dikke Surinaamse saus eroverheen gegooid. Dikke Surinaamse saus. Dat is lekker. Jawel. Ja. Kom je ook? Ja.
Jawel, ik ben erbij, 1 januari. Dus we beginnen, of oké, de mensen kunnen zich aanmelden vanaf 10:30. Vanaf 10:30 is de inloop. Aanmelden doe je via info@waterlandsuriname.com of je belt even. Zodat je op de gastenlijst komt, want we hebben een beperkt aantal plaatsen. We doen dit samen met de Surinaamse zwembrigade. We hebben afgesproken dit jaar niet meer dan 200 mensen. Duikers, hè? Ja. Natuurlijk, toeschouwers zijn ook welkom, kunnen er veel meer bij, maar duikers willen we niet meer dan 200 hebben. Okay. Zijn er kosten aan verbonden? Ja, voor volwassenen is de entree 40 SED en voor kinderen tot 12 jaar 20 SED. En de consumpties zijn apart. Okay. Dat is wel inclusief die erwtensoep. Inclusief een bakje erwtensoep voor de duikers en sowieso de muts. Voor de duikers. Okay. Verder hebben we een MC, we hebben een DJ en we gaan door feesten tot en met. Nou, het is een familie. Het is een familiedag, dus overdag tot een uur 5, 6, 7 en dan houden we op. Okay. U mag de mensen op uw manier gewoon roepen en uitnodigen. Van, hey, alles aan de man, alle toeristen. Bij me staan. Oh. Ik zeg jongens, kom. Nieuwjaarsduik is een apart, is echt een leuk ding. Kom iedereen, kom allemaal, want het is voor een ieder. Yes? De inloop is vanaf 10:30, de duik zelf is om 12 uur. We hebben een ice dip challenge, dat is bedoeld voor het kinderthuis. We gaan doneren, jullie doneren een stukje, wij doneren een stukje. Het goede doel wordt ook niet vergeten in deze. Kijk nog een keer, dit is het. Tot maandag 1 januari. Voelde u veilig dat ik dichterbij kwam staan? Helemaal. En jij ook? Daar moest ik even vast zetten. Succes! Doei. Caroline en Ines gaan me vertellen over hun ervaring, want ze hebben de nieuwjaarsduik eerder meegemaakt. En Caroline, jij was wel in het water. Ja, dat klopt. Ik was in het water, dat is het eerste jaar. Het tweede jaar ben ik er niet ingegaan omdat ik het heel druk had op de vloer. Okay. Maar ik zal je vertellen, het was leuk, heerlijk, verfrissend om het nieuwjaar zo in te gaan. Ja? Ja. Oké, sowieso zit er een beetje spanning in, want er wordt afgeteld en dan rent iedereen in het water. Ja, dat klopt. En het startsein wordt gegeven door alle boten die we nu hebben staan in de marina. Oh. Dus het wordt wel heel erg spannend. Ik moet eerlijk zeggen dat ik heb het nog niet meegemaakt, dus voor mij is het ook heel spannend. Ik heb het niet in Nederland meegemaakt ooit en hier wordt dus eigenlijk mijn eerste keer. Ik zou waarschijnlijk niet in het water gaan omdat het heel druk, we verwachten dat het heel druk gaat worden. Dus all hands on deck, maar ik roep iedereen op om gezellig te komen en gezellig met ons het eerste jaar of de eerste dag van het nieuwe jaar te vieren. Okay. En dan is het nieuwjaarsduik, traditie, in Suriname nu. Ja, ja klopt. We zijn aan het einde gekomen van aflevering 5 en wel de laatste aflevering van ATV Surifesta Countdown to Oroyari. Samen hebben wij de activiteiten onder de loep genomen die de jaarwisseling in Suriname uniek maken. Ik wens u verder een zalig uiteinde en een gelukkig nieuwjaar. Bye bye.